Het Openbaar Ministerie zegt nu dat nooit de indruk is gewekt dat er een razzia zou worden gehouden op zoek naar verdachten. Maar die suggestie werd wel gewekt in de media, zoals in het L1-programma Avondgasten in januari van dit jaar. Zijn die mensen al opgepikt van thuis? Nee, dat gaat in de komende weken gebeuren. Ja, of om misschien maar zelf te melden om de vervelende situatie als je vrouw opendoet te voorkomen. Ja, en de vraag is natuurlijk ook van, is dit niet heel erg voor die mannen? Ja, dat is heel erg. Aan de andere kant, de keuze is in eerste instantie door hen gemaakt. Dus de gevolgen zijn voor hun rekening. Het lijkt er dus sterk op dat het Openbaar Ministerie de mannen in deze zedenzaak onder druk wilde zetten om zich te melden. Het OM is daarin doorgeschoten, zegt de advocaat van een 20-tal verdachten. Ja, ik vind dat ze aanvankelijk veel te hoog van de toren hebben geblazen, waardoor ze de druk bij cliënten onnodig hoog hebben laten oplopen. We hoeven niet bang te zijn voor razzia's. Er wordt telefonisch contact opgenomen. Maak afspraken met de politie over verhoor op het bureau. Wat naar aanleiding van de tweede zelfmoord in ieder geval is veranderd, is dat de verdachten na hun verhoor nu sneller psychische bijstand krijgen. Dat was al zo. Nu is dat geïntensiveerd in die zin dat de verdachte ook wordt aangeboden om direct na een verhoor met een hulpverlener te kunnen praten. En dat is maar goed ook, zegt advocaat Van den Berg. De advocaat sluit een nieuwe zelfmoord zelfs niet uit. Ja, het is moeilijk om aan te geven, ook omdat we niet precies weten wat de reden is geweest om zelfmoord te plegen in deze twee gevallen. Maar er zijn een aantal mensen die wel op het randje balanceren. Voor het hebben van betaalde seks met een minderjarige kunnen de mannen maximaal 4 jaar cel krijgen. Eigen schuld, dikke bult, zou je kunnen stellen. Maar advocaat Van den Berg is het daar niet mee eens. Ja, dat zou je kunnen zeggen op het moment dat deze mannen bewust een strafbaar feit zouden hebben begaan. Maar deze mannen wisten geen van allen dat zij seks zouden gaan hebben met een meisje wat onder de 18 zou zijn. Inmiddels zijn ruim 30 van de vermoedelijk 50 mannen verhoord in het onderzoek naar het Valkenburgse seksschandaal. Wanneer zij voor de rechter komen is nog onduidelijk. De 21-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij het meisje als loverboy heeft uitgebuit, zit nog vast.